Een automobilist is zaterdagmorgen om het leven gekomen bij een ongeluk in Katwijk. De 53-jarige Katwijker reed op de Prins Hendrikkade en werd vermoedelijk onwel. Hij verloor de controle over het stuur en belandde in het water. Politieagenten hebben de man uit zijn auto gehaald en gereanimeerd. Onderweg naar het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. ADO Den Haag-trainer John van der Brom is akkoord met Vitesse over een contract voor 2 jaar met een optie op een 3e seizoen. Dat heeft de zaakwaarnemer van der Brom laten weten. De 44-jarige trainer leidde ADO afgelopen seizoen via de play-offs naar Europees voetbal. Vitesse hoopt zo snel mogelijk tot een akkoord te komen om het contract van den Brom, dat nog 1 jaar doorloopt, af te kopen. In Den Haag is zaterdag voor de 7e keer Veteranendag gehouden. De dag is een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich hebben ingezet voor de vrede. Kroonprins Willem-Alexander nam op de Kneuterdijk het defilé af. Verder konden bezoekers oorlogsmateriaal als tanks en uniformen bekijken en waren er verschillende optredens. Groentetelers hebben zaterdag een extra editie van Kom in de Kas georganiseerd. Kwekers stelden hun deuren open voor het publiek. De tuinders wilden zo het vertrouwen terugwinnen van de consumenten. De verkoop van onder meer komkommers, tomaten en paprika's kreeg onlangs een flinke dreun door de EHEC-uitbraak in Duitsland.